Ik hier hebben net zitten eten. Het is echt heel mooi hier. Dit zijn hele oude huizen. 5 stuks. Het is echt heel oud dit. Het is echt honderden jaren oud. Hier heeft Atatürk nog zitten happen. Kijk, de kippen lopen hier gewoon rond. Maar kijk hier, zo'n kip. Zo leuk, er lopen katten. Pak een kerst, kom gewoon naar je toe. Ja, dat geluid maak ik hoor. Hier, kom meteen naar mij toe. Kijk, dit zijn die huizen hier. Moet je kijken joh. Turkse vlag natuurlijk, hè. Ze zijn hartstikke trots. Kijk, dit is door de gemeente. Tikje, daar is dat helemaal opgeknapt. Kijk, dit is onze kamer. Een enorm balkon. Moet je kijken joh. Echt een traditionele huis, hè. Maar voilà. Dat is het. Staalt als broek. Kijk, dit is echt heel mooi. Er stonden hier vroeger 5 waterpunten. Er is nog eentje over. Kijk, dat is deze hier. Maar kijk hier ook echt. Hier wonen dan de rijkere Turken natuurlijk. Hè. Turkije was natuurlijk hartstikke arm. Kijk, echt een waterput hier. Maar kijk, het is een originele waterput. Ik weet niet of dit nou origineel is. Het ziet er een beetje modern uit. Maar dit is wel echt heel echt hout hier, zie je. Maar hieronder zit dan die put. Er stonden daar nog 2. Dan stond er daar nog eentje. Maar het is. Ja, de muziek moet altijd aan, hè? Dat houdt versterker hier. Ze maken hier koffie, joh. Echt. Ja, dit is een cappuccino. Maar ze hebben hier ook die Turkse koffie, hè? Ja. Maar dit is echt prachtig, joh. Het is een heel mooi stukje. Ik kan de zee hier. Ja, je kan de zee hier zien. Hier, kijk, zie je door dat kleine gaatje heen. Kijk, hier, kijk. Hier kan je. Wacht even, staat het dan? Ja, hier, kijk, hier kan je een beetje de zee zien. Maar je hebt niet echt zeezicht hier. Maar dit is echt wel mooi hier, hoor. Maar dit zijn dus opgeknapte oude huizen die eigenlijk helemaal in elkaar gestort waren, bijna. Dus ze hebben het nog net op tijd gered. Dus ze laten hier veel dingen laten ze gewoon verrotten tot het in elkaar dondert. Ja, het is allemaal cultureel erfgoed zo hier. Kijk, zo zien die huizen eruit, zie je? Kijk. Ik kan even niet zien wat ik nou op mijn beeldscherm heb. Maar kijk, die huizen hier allemaal opgeknapt, zie je? Kijk, dit zijn die moderne... Lelijke huizen, weet je wel, gewoon van beton en zo. Maar dit zijn nog de echte houten huizen, joh. Die zijn enorm goed geïsoleerd in de winter. Ja, zie je? Oh, trappetjes nog. Ja, zo'n echte fontein, zo'n originele fontein. Is niet nieuw. Is echt heel mooi, joh. Zie je, er staat Tekida Büyükşehir hier binnen de Jesse. Dat is ook een grote stad eigenlijk. Dit heeft niks met Istanbul te maken. Dit. We zijn niet in Istanbul hier, hè? Dat denk je misschien wel, maar... Dit is echt een hele trotse mensen hier. Die Turken zijn toch eens een trots, maar Tekirda, dat is echt, ja. Veel mensen hebben zomerhuizen hier. Ja, dat is wel leuk. Een hele mooie oude boom. Ja. Dus die kat is ineens verdwenen. Die heeft daar bij ons echt een halve kilo kaas op zitten kauwen, denk ik. Die raakte dan mijn elleboog een beetje aan met zijn voetje en dan... Krijgt hij weer een stukje kaas, hè? Kijk, dan heeft Wano heeft niet al die kaas gegeven. Want dit wordt gewoon weggegooid, dat is toch jammer, hè? Dat geef ik toch even aan de kut of zo, wat betreft. Nou. Oké, nou, deze video denk ik, moet ik weer uploaden. Dus ik stop hem nu eventjes. Oké, goed, hè?